Welkom bij Christel Helder en welkom bij Brandend Verlangen: Tweelingvlammen in Heling. Dit zijn video's speciaal gemaakt voor de tweelingvlammen die in deze reis zitten, in deze fase zitten en wat alles in teken staat van Heling. We gaan kijken wat deze keer de berichten mogen zijn. Het is nummer 3 van deze serie. Wat mag, er, wat mag er overgedragen worden richting de tweelingvlammen op dit moment? Wat is belangrijk? Oké, okay. het kan dus zijn dat het om de tweelingvlammen in separatie gaat nu. Die momenteel even geen contact hebben met hun wederhelft. Ik krijg daarbij vliegen. En meteen toen ik de kaart zag, kreeg ik door. Dit is om jou ergens in te verhogen. Uh, om verder te ascenderen. En dan de derde kaart is woestijn. En je kan je een beetje verloren voelen op dit moment. Een beetje uitzichtloos. Maar dat zal ook een reden hebben. Het is 1331. Dit is ook de spiegeling. Uh, de woestijn met de afzondering, hè? dus je zit in afzondering, maar je voelt je ook een beetje verloren zonder jouw wederhelft. En dat klopt natuurlijk ook. Soms kan het voelen alsof je geamputeerd bent. Um, maar nogmaals, hè? De, de separaties zijn echt nodig om weer op kracht te komen, weer even in jouw eigen energieveld te komen... Even kijken wat erbij mag komen. We hebben de Holy Grail code. Receive the gift. Het ontvangen van. Een gift. Een, een, een cadeau. Of de gave. Ik weet niet hoe ik het moet lezen eigenlijk. <laughs> Beyond illusion. Change your perception. Dus 4466. En dan 77. Rebirth, personal freedom unleashed. Dus persoonlijke vrijheid ontketend. Oké, okay, ik moet deze gewoon even bekijken, want ik weet niet hoe ik de gift moet zien. de heilige graal, dat is wel een dingetje. Even kijken, dit is de amberkleur. Ah. De gehele planeet is op zoek naar vervulling en een doel, een purpose. Ja. Uh, wanneer deze kaart dus op tafel komt, dan wordt jou de onvoorwaardelijke liefde aangereikt. Maar je moet wel openstaan om het te ontvangen. In de liefde die jij wilt ontvangen. Dus je moet openstaan en ik zie 444 op de klok. Het is een 4-4-kaart. Dus hier zit een belangrijk bericht in. Spirit brengt jou de Heilige Gaal code. En deze kan dus nu ontwaakt worden. in separatie, hè? omdat je nu even op jezelf bent. En deze Heilige Gaal betekent dus dat jij de code. activeert van onvoorwaardelijke liefde. En om deze te ontvangen. Moet jij ook weten wat voor jou onvoorwaardelijke liefde is. Wat liefde is voor jou. Wat liefde voor mij betekent, betekent misschien heel iets anders voor jou. En sta dan open voor ontvangst. Jij moet weten wat voor jou onvoorwaardelijke liefde betekent. Een geopend hart. Is de belichaming van een hogere ziel dat gevuld is met een frequentie van liefde dat voorbij worden gaat. Herstel de balans tussen je mannelijke en vrouwelijke energie zodat jij deze reis ook wat gemakkelijker door kan komen. Ja, dit is, dit is echt het 5D aspect wat ik hier tevoorschijn zie komen. Want dat staat in teken van onvoorwaardelijke liefde bereiken. De drie eenheid uh, bereiken. Um, het belichamen. Dus het kan zijn dat je nu dus in die transitie van 5D naar 12D zit. We hadden ook ja, hier rebirth. Ja. Dus dat gevoel krijg ik wel hier. Het is tijd om nu voor jezelf op te komen, voor jezelf ook. Um, assertief te zijn, in je innerlijke krachten te staan. Uh, zet grenzen vanuit, liefde voor jezelf. En het zal jouw hart openen en vergroten. En je zal ware zelfliefde gaan ontdekken. Ja. Oké, okay, dus tweelingvlamma. Waarmee dit nu resoneert tot nu toe. Jullie zitten dus in die overgang van 5D naar 12D. Maar het wordt nu geactiveerd en dat betekent dat je er niet meteen in, in overgaat. Uh, dat, dat kan wel een tijdje duren. Het ligt eraan hoeveel tegenwerking jij creëert voor jouzelf. Maar als jij het nu ontvangt, uh, als dat voor jouw divine timing is, het is niet dat je dit zelf kan activeren, maar het wordt geactiveerd. Vanuit jouw ziel en hoogstwaarschijnlijk de mensen die resoneren met dit bericht, zal het ook gewoon geactiveerd gaan worden de komende tijd. En dan is het aan jou: hoe ontvang ik deze liefde? Hoe kan ik dit ontvangen vanuit zelfliefde? Change your perception, dus de verandering creëren van jouw blikveld, He, hoe jij eerder tegen dingen aankeek zal nu op een andere manier gezien worden, vanuit zelfliefde, vanuit een hogere liefde. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven, want heel veel mensen hebben ook te maken met een derde partij, tussen aanhalingstekens, um, en kunnen daar de liefde niet van inzien. Waarom komt de ander niet bij mij, de ander houdt toch zo van mij, maar blijft wel bij die karmic partner, bla bla bla. Maar dat heeft een reden. Dat heeft echt een reden. Kan jij in onvoorwaardelijke liefde daarnaar kijken? Kan jij die liefde ontvangen van die persoon? Maar kan jij ook vanuit liefde zien waarom de ander nog niet weg kan? Waarom de ander daar nog moet blijven, om welke reden dan ook? Kan jij vanuit onvoorwaardelijke liefde voor jouzelf. Jouw tweelingvlam ontarmen, omarmen. Want zolang jij dus nog met de vinger wijst naar jouw tweelingvlam, of naar die derde partij, de karmic partner, of hoe je het ook wil noemen, dan sta jij niet in onvoorwaardelijke liefde, dan heb jij nog een perceptie uh, vanuit 3D. En dan zal je dus ook niet over kunnen gaan naar 12D. Als jij dus he, in, die, in die ladder zit van 5D en hoger en hoger en hoger komt, dan ga je daar steeds meer bewust van worden. Je gaat ook steeds meer bewuster worden van deze connectie en waar het voor dient en waarom altijd die afstand is. Dat is juist zodat jij verder kan ascenderen en het voorbeeld kan geven aan jouw tweelingvlam. Wanneer jij energetisch dus dingen oplost, verandert. gebeurt dat automatisch aan de andere kant. Daar hoef je niks voor te doen. Dat gebeurt allemaal op automatische piloot. Dat is de energetische connectie die jullie hebben. Het zal altijd volgen. Het is een magneet. Alleen één moet de voorloper zijn. De ander moet erachter. Anders werkt het niet. Om onvoorwaardelijke liefde te bereiken. Uh, heb je vaak met een persoon te maken die dus ergens nog anders aan vast zit. Ik noem vaak hè, een, een andere relatie, een derde partij, karmische partij, um, omdat de meeste daar ook mee te maken hebben. Maar het kunnen ook andere dingen zijn die daartussen staan. Hè? Bijvoorbeeld het geloof, de leeftijd, kinderen, familie, zelfs vriendschappen kunnen daartussen staan. Het maakt niet uit. Er is altijd een afstand, locatie. Um, en dat is niet voor niks. Dat, dat heeft echt een reden zodat er geascendeerd kan worden. En dat is ook de perceptie die je mag gaan krijgen. Maar hoe verder jij komt in deze tweelingvlammenfase, uh, zal je dat dus ook gaan zien. Ga je, dat ga je merken. Um, maar ja, soms moeten er eerst dingen nog ontwaakt worden. Soms ben je nog niet klaar om iets te zien. Sommige mensen kunnen hier nog niet in mee uh, die kijken. En dat is niet erg, want dan komt het op een later tijdstip. Um, en sommigen zullen zeggen van, nou, ik herken dit gewoon. Ik weet waar je het over hebt. En inderdaad, ik voel die liefde, uh, ondanks dat mijn partner of de tweelingvlam aan de andere kant nog in een relatie zit. He, ik kan die liefde gewoon onvoorwaardelijk voelen voor deze persoon. Ja, dan he, wordt daar dus iets geactiveerd in jou. Of dat is misschien al geactiveerd. Oh, Oké. Okay. Ik had de kaartjes van Stellar Energy Oracle erbij gepakt. En heb lang niet gebruikt. Uh, maar ik heb mijn decks even veranderd. <laughs> uh, om energetisch even te ruimen hier. En je kan haar vinden op YouTube. Ik volg haar eigenlijk al lang niet meer, maar. <laughs> Ik had toen ooit de kaarten bij haar besteld. Ik vond ze hele mooie kaarten. Ik vond het hele mooie kaarten. Dus die ga ik even gebruiken. Misschien zit ze niet meer op uh, YouTube. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik heb geen idee. Ik Zal er eens een keertje weer opzoeken. Um, wat mag ik zien? Nou, ik wil hier tussen twee connectiekaarten. standing firm. Okay. And judgment call. Okay. Yeah, standing firm, dus uh, je mannetje staan, in kracht staan. defense, resistance, courage. You are standing firm against any challenge. Ik heb net een week energie opgenomen en daar ging het eigenlijk over grenzen. Over grenzen heen gaan. En dat er dus ook wel conflicten kunnen ontstaan uh, omdat iemand simpelweg geen nee wil horen of jouw grenzen niet wil accepteren. Ik voel hier zoiets uitkomen. Er is dus een afstand, er is afzondering, er is een beetje hier die, die verloren energie. Um, maar dat kan ook vanuit die andere kant zijn. Ja, het ligt eraan wie de afstand heeft genomen. Als jij dit bent, dan voelt de andere kant zich verloren. Maar als de andere kant afstand heeft genomen, dan ben jij degene die zich verloren voelt. En één van de twee, heb ik het gevoel, die komt even een triggertje brengen. En het is aan jou om je staande te houden. Het ligt eraan welke kant je staat. Um, ik kan ook nu even niet aanwijzen van. Hè, ik spreek de, de kijker aan. Want ik weet werkelijk niet of jij de afstand hebt genomen of juist de andere kant. Dus ja, kijk maar zelf waar je staat. En de tweede kaart. Ja, de Judgment call. De wake-up call. Dit wordt een wake-up call. Als je de weekenergie nog niet gezien hebt, zou ik die zeker ook even kijken. Want ik heb het gevoel dat daar wel een rode draad in zit met deze reading. Dus het kan zijn dat daar getriggerd wordt om juist jou te triggeren. Van hè, kan ik in mijn grens blijven staan? Kan ik um, kiezen voor mezelf dat ik die afstand nodig heb? Dat ik even op mezelf moet zijn om te kunnen ascenderen, om dingen te kunnen ontdekken voor mezelf. Um, en sta je aan de andere kant? Ze heeft de andere kant de grens uh, neergezet en jij voelt je verloren. Um, dan nog krijg je die trigger. Um, dan krijg je dus die wake-up call. En dan zal jij misschien aan de andere kant staan van: ik accepteer geen nee. Um, ja, dus dat wordt een dingetje met afwijzing, heb ik het gevoel. Maar dit is allemaal, dit moet dus allemaal gebeuren om dit te activeren. In jou. Hè? Activatiecodes gebeurt altijd met een uitdaging. Het komt altijd met een uitdaging. Wat staat hier eigenlijk bij? Decision, knowledge, logic. A judgment call is being made using logic and reason. Ja, probeer vanuit een ander perspectief te kijken naar de situatie. Ligt aan welke kant je staat. Um, Kijk met logica. Waarom neemt de ander afstand? Misschien ben jij te pusherig, te drammerig. Wil jij te veel op dit moment? En kan de ander persoon dit simpelweg nog niet brengen richting jou? En ben jij degene die afstand hebt genomen? Dan kan dat vanuit die andere kant komen. Van, hè? Zet die grens open. Ik moet met je spreken. En dit en dat. Ja, er kan van alles gebeuren natuurlijk. Maar... Um, wat mag ik zien? Op de onderste rij twee connectiekaarten ook. Far apart. Nou ja. Oeh, zo. <laughs> Difficult decision. Ja, hier hadden we al decision. Um, kijk, dat iemand afstand neemt, dat is nooit een gemakkelijke keuze, want jullie zijn tweelingvlammen en jullie zullen altijd die aantrekkingskracht voelen. Maar wat jullie ook voelen, is dat je soms een breek nodig hebt. En geef daar een gevolg aan. Maar niet alleen jij hebt een breek nodig, de andere kant heeft ook een breek nodig, zo nu en dan. He, dus respecteer dat ook van de andere kant, wanneer de andere kant zegt van ik neem even afstand van jou. Accepteer deze grens ook. En ga niet pushen en drammen en vanuit onzekerheid misschien uh, berichtjes sturen om, om ja, misschien iets van een bevestiging te krijgen: van, hè, Denkt deze persoon nog aan mij? Uh, bla bla bla. Is het wel een tweelingvlam? Jij moet standing firm zijn, in je zekerheid staan, krachtig staan en accepteren dat de ander dus ook wel eens de rust van jou nodig heeft. En vice versa. Het gaat altijd beide kanten op. Ja, ik krijg dus de kaart far apart. Distance, separation, divide. Distance is affecting your connection. Dus deze afstand mm, beïnvloedt deze connectie. En dat klopt ook, want één van de twee wordt getriggerd hier. Dus het Invloed deze connectie, maar dat moet gebeuren. Er is nu een scheiding tussen jullie, en dat gebeurt allemaal vanuit de hogere hand. Daar heb je jullie zelf niks over te vertellen, ook trouwens. Wanneer de afstand gebeurt, wordt dat vanuit jouw gidsen geregeld, zodat er pauze genomen wordt. Uh, want anders wordt het echt zwaar. Een difficult decision voor de ander is dat nooit makkelijk om te doen. Voor jou is het nooit makkelijk om te doen, om te zeggen: Van ik heb afstand nodig. Uh, want je voelt de connectie altijd. Je bent altijd energetisch aangetrokken tot de ander. En natuurlijk uh, vraagt dat heel veel kracht en moed van jou om zo nu en dan te zeggen: Van oké, okay, er is me nu even te veel gebeurd tussen ons, of hè, uh, te veel binnen in mezelf. Um, ik heb gewoon even rust nodig van deze connectie. Ik heb even rust nodig, uh, zodat ik ja, op kracht weer kan komen. En de ander zal dat ook zo nu en dan aangeven. Options. Choice indecision. This decision could lead you down to different paths. Ja, dat kan dus leiden naar twee verschillende paden. Iemand vroeg mij vandaag in de, in de reacties... Kan het ook zijn dat je tweelingvlam uh, op dit moment voor een andere relatie kiest? Ja, dit kan. Misschien moet jouw tweelingvlam ergens anders nog iets ontdekken. Um, kijk, wanneer de ander dus met een andere partner samen is, zal dat niet snel gebeuren, lijkt mij. He, want die heeft dan al een partner, maar dan kan deze persoon wel zeggen, ik kies voor mijn partner in plaats van jou. Dat kan allemaal gebeuren. Dat is bij mij ook gebeurd destijds, um, in 2018 volgens mij, dat hij voor toch zijn partner koos. En ik dus ja, een torenmoment kreeg en ik verder kon ascenderen. In alles zit een reden en die kom je pas later tegen. Maar het kan inderdaad zijn dat jij of de ander zegt, ik ga een relatie met een ander aan. Om daar iets te ontdekken, om daar iets te leren, dat, zal, dat kan allemaal. Uh, het is allemaal om jou verder te laten ascenderen in deze reis. Uh, maak je geen zorgen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, uiteraard. Maar ondanks dat het mij gebeurd is destijds, zei toch een stemmetje in mij, het komt wel goed. En dat deed het ook. Het kwam ook goed. He, dus dat iemand een detour neemt, is ook vanuit hogere hand geleid. Jouw persoon, de tweelingvlam, heeft waarschijnlijk iemand anders in zijn zielscontract staan die nodig is zodat jouw tweelingvlam ook verder kan ascenderen. Of jij? Gaat beide kanten op. Oké. Okay. We gaan nog even met deze kaartjes wat doen. Het zijn mijn eigen kaartjes. Ook lang niet gebruikt. <laughs> ik heb al mijn oude kaarten uit de stof gehaald. En we gaan eens even kijken wat deze kaarten willen vertellen. Mag ik hier twee connectiekaarten? Zijn lekker aan het connecten hier, voel ik. Alle kaarten komen in connectie. Diep geworteld. En ik wou net zeggen... Um, jullie zijn altijd geconnect met elkaar. Het is een energetische verbinding, dus jullie staan altijd in verbinding met elkaar. Het kan zijn dat jij even verdwijnt van het toneel. Het kan zijn dat de ander even verdwijnt van het toneel. Maar weet dat het allemaal te maken heeft met uh, het ascensieproces tussen jullie. Er moet verder gegroeid en ontwikkeld worden. Dus er zullen altijd dingen op je pad komen. Um, die triggers zijn die nodig zijn. om jou verder te laten ascenderen, maar ook de andere kant. Destijds. Um, ik was eerder. Ik was eerder met een bepaalde torenmoment. Um, of was hij eerder? Dan moet ik even terugdenken. Even terughalen. Um, nee, ik was eerder. Ik had eer, het eerste torenmoment, zeg maar. Die ik tussen ons uh, inzette. Uh, doordat er iemand anders op mijn pad kwam. Ik zie 24, 24. Iemand anders kwam op mijn pad. Er zijn dingen gebeurd en dat ontstond, ja, daar ontstond dus uh, een groot torenmoment tussen mij en mijn tweelingvlam. Uh, maar dat was nodig om mij verder te krijgen, maar uiteraard ook de andere kant verder te krijgen. Later kwam het torenmoment vanuit hem. Um, hij koos dus uiteindelijk toch weer voor zijn partner en waardoor ik dus weer verder kon ascenderen, maar ook hij weer. He, dus er zijn zo nu en dan van die torenmomenten ook tussen jullie nodig. Um, om ja, verder te kunnen ascenderen in deze reis. Diep geworteld zijn jullie. Het is een energetische verbinding en daar mag je echt op vertrouwen. Er is altijd vergeving. Jullie komen altijd weer terug bij elkaar en dat blijkt ook. Dat blijkt ook. Ik kan het uit ervaring echt vertellen. Er wordt altijd vergeven. De liefde gaat zo diep, die kan je in woorden eigenlijk niet eens uitdrukken. Want het is niet alleen een zielsverbinding, want een zielsverbinding hebben we met elk persoon op aarde. Maar het is ook nog eens de verbinding op aardsvlak. En die twee gecombineerd, ja, dat maakt een ware partner. Wanneer je dus in lichaam, geest en ziel verbonden bent met elkaar... Dan heb je het hele complete plaatje. En dat is de tweelingvlam. Die krijgt dus te maken met een tweelingziel, maar ook met een tweelingstraal. En dat is allemaal nodig, zeg maar, voor die ascensie Dat is lichaam, geest en ziel. De tweelingziel, tweelingvlam, tweelingstraal. Dat is lichaam, geest en ziel. Dat is 3D, 5D, 12D. En dan heb je nog een stap verder. Maar daar ga ik nog even niet over uitweiden. Um, want anders wordt het misschien te moeilijk. En te ver van je bedshow nog. Uh, dus vertrouw daarop. Hè. Ook al is iemand nu ver weg. Uh, fysiek ver weg. Weet dat deze persoon altijd weer terugkeert. Hè. Ja, jullie gaan helemaal in elkaar op zoals zij, zeg maar. Helemaal opgaat in de wortels van de boom. Zo gaan jullie ook helemaal in elkaar op. En dat merk je ook wanneer jullie dus bij elkaar zijn. Dan gaan jullie dus ook helemaal in elkaar op. De wereld bestaat niet meer om jullie heen. Wanneer jullie samen zijn, dan bestaat er geen wereld meer. Samenwerking, mooi. <laughs> ja, dit is toch mooi. Dit is een samenwerking tussen jou en je tweelingvlam. Maar ook met de personen daaromheen. Hij ligt eraan wat er in jouw zielscontract staat en bij de andere persoon. Het zijn allemaal helpers die op je pad komen. De tweelingziel, dat is de activator. Dat is waar het begint voor de een. Voor mij, zeg maar... Als ik even voor, voor over mijn reis praat. Ik ben de eerste die zeg maar ontwaakte mentaal. bij mijn tweelingziel. Uh, dat was in 2015. En in 2016 kwam ik mijn tweelingvlam al tegen. en ontwaakte ik spiritueel. Waardoor mijn tweelingvlam uh, mentaal ontwaakte. En vandaar ook de voorloper. He, dus. Um, ja, ik heb het wel eens op papier gezet, um, hoe dat eruit ziet, dat, ja, ik, ik, dat ik voorloop zeg maar in de ontwakingsstadiums en dat hij je dan volgt. En zo zie je ook precies dat het echt uh, magnetisch is uh, en dat de ander echt met jou mee ascendeert. En de een moet de voorloper zijn uh, daarin. Het kan niet gezamenlijk. En vandaar dat je dus ook andere mensen er omheen nodig hebt. En uh, dat die tweelingstraal dus ook op het pad komt. om jou weer, zeg maar. Um, fysiek dan te ontwaken. Als ik dan even zo mijn lijst bekijk, dan is het fysiek ontwaken. Toen ik, me, toen ik de tweelingstraal tegenkwam, die ontwaakte mij fysiek. Waardoor mijn tweelingvlam. Uh, spiritueel kon ontwaken. Als ik eraan denk... zal ik eens een keertje dat lijstje... Um, dat zal ik een foto maken en plaatsen. Het is wel grappig om te zien... hoe dat... Uh, hoe dat verloop is, zeg maar. Tussen beiden. Het is echt een samenwerking. Niet alleen tussen jullie twee... maar ook met de mensen om jullie heen. Oké. Okay. Nou, ik laat het zo. Ehm... Um, ik had gezegd: ik maak de readingen niet te lang. <laughs> ik zie alweer 30 minuten. Soms denk ik dat ik maar 5 minuten aan het lullen ben. Maar um, ja, haal eruit wat voor jou nu van toepassing is. Waarbij jij getriggerd raakt, positief of negatief. Um, is het te veel informatie? Laat het lekker indalen. Kijk later nog een keertje terug. Um, ja, goed. Ik dank jullie wel voor het kijken. En wie weet zie ik jullie snel weer bij de volgende. Doei! doei.